Vandaag is terug aan de tweede eerste schooldag. Ja, dat was ook voor onze eerste keer in ons leven dat er echt iets groots is gebeurd. En ik vond dat ook wel een beetje raar dat we opeens thuis moesten zitten. Telkens als ik opsta, heb ik ongeveer een uur om alles te doen. En dan moet ik voor school werken, minstens 4 uur of zo. En dan ga ik eten, dus dat is een schema dat mijn mama heeft gemaakt, zodat ik elke dag weet wat ik moet doen en ik vind dat wel gemakkelijk. Ik vond de lessen van thuisuit wel heel goed geregeld, ook omdat we veel Skypes hadden. Eigenlijk elke week hadden we wel een Skype met zoveel vakken zoals het kan. En ook er waren genoeg taken gegeven om mee te kunnen blijven met wat je moet leren in deze jaar en wat niet. Dat is allemaal wel gelukt, maar ik ben ook wel blij dat ik terug op school ben. Ook al is dat wel een beetje vreemd nu om opeens weer u te moeten haasten 's ochtends. En ja, dat voelt zo'n beetje als de eerste schooldag, omdat wij super lang thuis zijn geweest en al. Ik ben 's morgens met de fiets gegaan. Ja, dat was wel een beetje anders, een beetje wennen. Eerst wist ik het niet goed, maar dan vond ik wel naar waar ik naartoe moest en zo. Toen ik aan school aankwam, stonden ze al klaar met mondmaskers en zeiden ze dat ik in orde was, omdat ik al een mondmasker aan had. En aan de ingang was er een splitsing en je had een weg voor fietsers en een weg voor de leerkrachten en de voetgangers. En ik moest dan met de fiets in de fietsenkelder gaan en mijn fiets daar dan zetten. En dan moest ik langs de trap terug naar boven. En dan moest je langs de trap waar de leerkrachten naar beneden gaan en omhoog voor de fietsenstalling, moesten wij dan ook naar boven. En als ik boven was, dan moest ik mijn handen ontsmetten. En ik vond dat wel veilig dat die dat gedaan hebben met die smileys. Kon je ook wel zien waar dat je moest staan en dat je afstand moest houden. En dan kom je aan een tafel en vanaf daar is het verplicht om een mondmasker te dragen en je handen te ontsmetten. En dan kom je op de speelplaats en mocht je eerst nog wat babbelen met elkaar. Ik ben wel blij dat ik terug naar school kan, want dan zie ik mijn vrienden terug in het echt. En ik heb ook niet zoveel contact omdat die verder van school wonen dan mij. Ik woon zo in het stad, dus ik heb niemand gezien en ik ben enig kind. Dus ik was vaak alleen thuis en dan was ik blij dat ik nu terug mensen zag. En dat je toch wel conversaties kan hebben met andere mensen, dan dat je zo bijna 2 maanden binnen moet zitten en bijna alleen met je familie moet zijn. Dat was wel een moeilijkere periode. Ik vind dat wel een beetje raar, omdat je moet ook heel een halve dag met een mondmasker aanzetten en dat is ook super warm. En ja, het is ook zo raar dat je anders met vrienden moet praten, zo 1,5 meter afstand. En dan mocht je naar boven, via de trap al, aan de refter. Zodat je altijd in 1 richting gaat. Ik vond het eigenlijk wel raar dat we zo 3 treden zijn zo tussen, dus dan moest je altijd wel kijken of dat er 3 treden tussen waren. En er waren allemaal pijlen die je moest volgen en zo. En ja, dat was ook wel een beetje raar dat je zo allemaal achter elkaar moest lopen in een rijtje en ook op 1,5 meter afstand. En in de klas moesten we ook onze handen ontsmetten voordat we aan de les begonnen. Dus normaal als we in de klas zitten, zitten we naast onze vrienden. Dan kunnen we lekker kletsen en zo. Maar nu moeten we echt zo apart aan de banken zitten. En dat is soms wel raar. Toen ik in de klas kwam, hadden we rijen waar we moesten gaan zitten. We hadden elk 1 bank. Ik zat van achter. En je moest in de klas voldoende afstand houden en je handen goed ontsmetten. We hebben een coronaquiz gedaan in de klas en ik vond het wel leuk. Ik vond het ook wel raar dat we zo allemaal daar met een mondkapje op zaten en zo. En dan begon de leerkracht vragen te stellen van hoe heb je allemaal gedaan in de coronavakantie en hoe heb je dat beleefd? En zo heeft iedereen zijn verhaal verteld. Tijdens de quarantaine heb ik mij bezig gehouden met buitenspelen en dat gaan fietsen en wandelen en zo. Ik heb wat gefietst en zo, omdat dat mijn hobby is. Ik heb wat patatten geplant voor techniek. Ik heb nog wat andere dingen geplant samen met mijn opa. En ik heb mijn ouders wat geholpen in het huis. De taken gemaakt die wij kregen van school. Ik ben ook gaan paardrijden, want mijn pony moest in beweging blijven, want anders is dat
niet zo goed. Ik was ook wel een beetje bang en zo, maar voor de rest verloopte het echt wel heel goed. Huisdingen, huiswerk en geslapen. Ik heb maar 1 uur om te dingen doen wat ik wil. En voor de rest van de dag moet ik werken voor school. In het begin had ik computerproblemen. Maar dan ben ik naar school gekomen voor een laptop en het probleem opgelost. Nu ben ik heel blij dat wij terug naar school mogen voor een paar uurtjes. Maar het komt goed. Ik vind het ook veilig op school. Want wij moeten niet zo dicht bij elkaar zitten en dat is goed. En hier op school vind ik ook wel dat we een goede start terug hebben. Omdat we eerst alles terug herhalen wat we dan gezien hebben van thuis uit. En dan is het ook wel handig dat we dat nog eens leren van de leerkracht zelf en niet van thuis uit. Ik vind het heel goed georganiseerd, omdat we mogen niet te dicht bij elkaar komen door het coronavirus. En dat vind ik heel goed, omdat we anders zelf het coronavirus kunnen krijgen. Ze hebben ook gezegd wat de regels zijn en ik vind het wel veilig en duidelijk wat je allemaal moet doen op school.